Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal, hier op It's Old Tracks, de enige echte natuurlijk. Ik heb weer een nieuw spel, heb heel veel pijn en moeite gekocht. Ik hoop dat mijn bedrag is teruggestort, want ik heb hem momenteel heb ik hem twee keer gekocht. Omdat de eerste keer die ging, maar het zou als goed is teruggestort worden. Ik hoop het. Want anders ga ik Steam aanklagen. Maar in ieder geval, we hebben een nieuw spelletje. En dat is Supermarkt Simulator. Je eigen winkeltje. Je moet spullen verkopen. Bestellingen moet je opnemen. En dan zoveel mogelijk verkopen. Dan kan je je winkel steeds verder uitbreiden. Ja, jullie gaan het vanzelf zien. Vandaag de eerste aflevering. Leek me wel even leuk om dit te spelen. Ik heb al een heel klein stukje gespeeld. Kijk, ik heb in ieder geval, dit heb ik alvast allemaal in mijn winkeltje staan. We gaan gewoon eventjes. Hier kan ik dus alles mee doen. Hier kan ik, als ik hier op supermarkt druk, hier kan ik dus dingen mee bestellen. En hier kan ik, extra dingen, diepvries, planken, koelkasten, extra kassa's, liggies. Kan ik hier allemaal kopen. Ja, je krijgt op een gegeven moment krijg je veel meer. Dus en van dit krijg je natuurlijk ook steeds meer producten krijg je. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. Het is een early access spel. Dus ik vond het wel leuk. Ik heb hem al bij verschillende YouTubers al gezien. En ik vond hem wel leuk om hem zelf ook te kopen. Nou, we gaan de winkel opengooien. Als het goed is die open. Ja hoor, hij is open. Nou jongens, laat ze maar komen. Waar blijven ze? Waar blijven ze? Oh, ik heb nog een doos hier trouwens jongens. Ik heb hier nog een doos. Oh, wat is dit? Oh, dit is pasta. Oké. Kan ik dat hier neergooien? Zo. Even dit even. Zo, die is leeg. Hoppa, weg erbij. Kijk, er komt... Nee, er komt niet de eerste klant. Nou, we gaan achter de kassa staan en komen de klanten. Goed zo. En ik koop daar ook nog maar eventjes wat spulletjes van. Zou wel heel erg leuk wezen. Dus, wat ga je nog meer kopen? Oh, dan blijft het weer hangen. Verschrikkelijk. Nou, kom op jongens, aan die kassa. Kom op. Zo. Ja, als ze daar... Daar blijven ze... Sorry, dat is niet de bedoeling. Hop. Kom op jongens, doorlopen. Hop, lopen. Niet in de weg gaan lopen. Oh, er staat er al eentje. Staat er al... in de ringen. Nou, even over de lopende band heen. Piepen, even scannen bedoel ik. Hoppakee. En wat krijg je terug? Je krijgt terug 6 cent, alsjeblieft. En zo, je hebt aardig wat spullen gekocht. Je krijgt terug niks. Dat is mooi. Oh, er heb er al eentje zijn eigen losgefrikt. Zo. Hoppakee, kom jij maar eens eventjes hier. Een pasje. Oké, dat is 16,19 euro. Alsjeblieft. Kijk, ja, ik moet boven die 1000 uitkomen, want dan kan ik mijn winkel upgraden. Dan kan ik mijn winkel wat groter maken. Zie je, vergrendeld. Ik denk dat er dan hier een stuk muur uitgaat of zo. Hier kan ik trouwens, dit is trouwens ook heel grappig. Oh, ik zal eerst eventjes die klant even helpen. De klant gaat natuurlijk altijd voor. 5, 6, 7 en 5, 6, 7, 8. Alsjeblieft, één brood. Dat kost u 7 euro. En dat is 2,99 euro. Dus dan krijg je 5, 6, 7 en 1 centje terug. Hoppakee. Oké. Contant betalen. Oké, dat kan allemaal hoor. In deze geweldige supermarkt kan dat allemaal. Dit is wel irritant. Dus blijven nog een beetje hangen, blijven ze. Dat is wel irritant, maar goed. Hoppa.
krijgen ze niks terug. Hoppakee. Op, en die neemt hij ook nog even mee. En die neemt hij nog even mee. En wat koop je nog verder? Zo, en daar koopt hij nog even wat van. En daar koopt hij nog even wat van. Hoppakee. Nou, leg je boodschappen maar eens even neer. Hoppakee. Even scannen. Oké. Met PIN betalen kan ook. Hoppakee. Kijk. Oh. Hij kon weer wat weer niet vinden. Nou, ik vind dat ik genoeg spullen heb voorlopig. Ik vind mijn best. Ik moet even snel wat geld hebben, jongens. Nou, kom op. Hoppakee. Zo. Ah, het is een leuk spel, hoor. Ik vind het echt een leuk spel. Alleen, hoe krijg ik dit nou weer? Oh, wat een irritante... escape. Hoe krijg ik deze mensen los? Die mensen die blijven een beetje hangen hier. Oh. Ah, kijk. Oh. Gaan ze er toch daar en gaan ze weer hangen. Oh, er is een klant. Oké. Dat is 15 euro. En 38 cent alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, 448 euro en 67 cent heb ik inmiddels al verdiend. Dit is echt irritant hoor jongens. Ik vind dit echt zo super irritant. Hoppa. Wat gaan we doen? Even kijken. Dan gaan ze allemaal weer daar blijven hangen. Oh, ze lopen dat ding na, joh. Nee, dat heb ik niet echt nut. Oh, ik moet even het lampje aandoen. Ja, meneer, mevrouw, ik kom eraan. Oké, pinnen alsjeblieft. Oké, dat kan. 3772, hoppakee. En oké. Het is inmiddels 9 uur hoor. Als het goed is, kan ik de dag beëindigen. Ja, ik kan de dag beëindigen. Hoppakee. Kijk, ik begin toch wel weer steeds wat meer ding te krijgen. Hoppakee. Nou, ik ga nog even niet bestellen. Voorlopig nog zat. Ja, ik zou eigenlijk die... Deze zou ik eigenlijk nog moeten bestellen. De olie. Die zou ik eigenlijk even een keer moeten bestellen. Oh, dat is wel heel erg veel. Ja, 4 keer. Dat kan wel. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk bestellen. Hoppakee. Geef we dit even vol. Ja. Ik kom eraan. Eén ding nog om, meneer. Hoppatee. Zo. Die zit er ook weer in. Die olie die loopt wel lekker hoor. Hoppakee. Wat wilt u? Wilt u... Pinnen. Hoppakee. Alsjeblieft. 2 boterhammen. En u wil pinnen, dat is dan 9 euro en 98 centos. Hoppakee. Zeg maar, kom eraan. Op. Pinnen graag. Oké, dat kan. Punt 49. Hoppakee, 48. Hoppakee. En binnen, diap. Nou, het is al 8 uur al, hè. Het is 8 uur al, jongens. Even kijken. Escape. Kan ik al... Nee, ik kan nog niet. Oh, er komt nog een klant van. Enter.
Alsjeblieft, pinnen, dat kan. Dat is dan €13,92. Alsjeblieft. Hoppakee. 90, 95, 50, 60, 70, 80. 1, 2, 3. Alsjeblieft. Nou kan ik als goed is toch wel de dag afsluiten, hè? Nou, ik ga eens even wat bestellen. Brood is echt helemaal op, jongens. Brood is echt op. Pasta was ook op. Even kijken. Bloem. Bloem is ook op. Dus dan kunnen we bloem kunnen we ook nog wel bestellen. En de poedersuiker was niet op. De graan is ook nog een klein beetje. De olie. Zo. Dan gaan we dit maar voorlopig eventjes bestellen. Oh, ik kan niet meer bestellen. Hij is dicht. Nou, weet je wat we dan doen? Hop. Nou ja, weet je wat? We gaan deze nog even helpen. Alsjeblieft. 18. 32. Alsjeblieft. 16 en 16. Alsjeblieft, joh. Alsjeblieft. Ja, en dan gaan we de dag sluiten, jongens. Ja, helaas. U bent te laat gekomen. Kijk, ik begin nu wel wat inkomsten te krijgen. Kijk, ik heb al totale winst, heb ik al. En balans is ook al ontzettend lekker aan het worden, hoor, jongens. Dus even kijken, want ik wil eerst eens even kijken. Wat kan ik hiermee doen? Oh, daar kan ik niks mee doen. Daar kunnen we helemaal niks mee. Kunnen we al een beetje uitbreiden. Het zou wel leuk wezen als ik nou al een klein beetje... de groei. Rekeningen. Licenties. Productielicentie aankopen. Oh, kijk nou eens joh. We hebben alweer wat dingen erbij gekocht. We kunnen alweer wat extra dingen kunnen we aankopen, jongens. Opslag is vergrendeld. Een kassamedewerker. Rekeningen huur. Is niet te duur. Al die huur is niet te duur. Oké, rekeningen. Aannemen. Opslag. Aanpassen niet. Maar hoe zag ik nou ook weer dat je dat kon uitbreiden, joh? Ik snap dat niet. Hoe kreeg je... Nou, dat kan ik voorlopig niet betalen. Nou, weet je wat we doen? We doen gewoon... even kijken, pindakaas en zo. Hoppakee, die hebben we ook in de aanbieding. Rekeningen even betalen. Hoppa, 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 hoppa. We hebben bijna alles betaald. Alle rekeningen zijn betaald. Ik kan geen opslag is vergrendeld. 800... Vreemd. Heel vreemd. Bank. Al bezet. Betaal vroeg af. Nou, dat kan ik niet. Zoveel geld heb ik even momenteel niet. Gaan we maar eens even bestellen, jongens. Bestel maar. Beer. Nee. Supermarkt. En kijk, we hebben nu alweer wat... Kijk, we hebben nu al koffie hebben we nu al. Dat is al te veel eigenlijk. Kunnen we eigenlijk niet betalen. Oei. Dat is wel een probleempje, jongens. Een flesje water. Even kijken hoor. Wat hebben we nou allemaal gedaan? Die halen we even weg. Dit kunnen we wel kopen. Kijk. Dit kunnen we wel kopen. Zo. Zijn alweer aardig wat dozen. Hop. Brood. Die gaan we daarheen. Dan krijgen we weer die pasta. Pennen.
Dit is ook pennen. Wat hadden we hier nou nog? Brood hadden we hier nog. Dit is ook nog brood. Hallo. Hoppa. En dan hadden we nog brood. Plullen we gewoon daarin. Hoppakee. Hup, gelijk die winkel open. Hoppa. Oh, we kunnen nog lopen ook, joh. Leuk. Ja, la 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 la. Hé, kijk nou eens, een leuke supermarkt. Moet u even boodschappen doen in mijn supermarktje? Ik kan een heel stuk lopen ook, joh. Oh, er komt er alleen aan de kassa. Ja, ik kom eraan hoor. Alsjeblieft. U krijgt terug 4 euro en 50 cent. Alsjeblieft, dank u wel. Zo, en dan is het winkeltje wel weer aardig gevuld. Maar ik snap daar nog echt nog steeds niet. Vorige keer, toen had ik echt iets gevonden. Waardoor je de groei... Kijk, ook dit was hem. Dit was het. Maar dan moet je echt meer dan 26.000 euro hebben. Dan kan je weer een stuk kopen om je supermarkt uit te breiden. Dus ja, dat is nog wel eventjes wat ja, voor te zeggen. Zo. In ieder geval, ja, dit was Supermarkt Simulator. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, de eerste aflevering. Op mijn kanaal, ik denk dat ik dit spel, ja, ik denk dat ik dit spel echt nog wel vaker ga spelen. Best leuk spel en best verslavend ook. Dus ja, leuk, een leuk spel. En weer een, ja, ook weer een leuk spel voor een nieuwe serie. Dus dat komt helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje in de lucht in. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En als je... abonneert, moet je even niet het notificatiebelletje vergeten. Abonneer eventjes, like deze video's, like al mijn andere video's. En dan, ja, ik hoop jullie weer snel te zien bij een nieuwe aflevering van Supermarkt Simulator. Tot de volgende, bye bye, hoi!